8.38. Of u uit wilt drukken voor een ongeval, de knelling, op het Koningsplein te Asten, zouden twee auto's bij betrokken zijn. De bezorgvoerder heeft in het voertuig zijn manschappen al een nummer meegegeven. En aan dat nummer is een taak gekoppeld. Dus iedereen weet in het voertuig al wat van hem of haar verwacht wordt. Zoals u ziet, van de stadsadvocaat gaat de bezorgvoerder met twee manschappen gaan het hekongeval schouwen. De man met de brandbus in zijn hand is de beveiliger. Die zorgt voor continu voor de veiligheid van het ongeval. En de man die de verdampvorm bij heeft, is een hondenverzorger. En die zal in afwachting van de ambulance, zal nu de eerste hulp van het slachtoffer voor zijn geven. In principe gaan we nooit een voertuig in, tenzij het gestabiliseerd is. En dat heeft ermee te maken om op welke manier dat kan gebeuren. De eerste taak die we als brandweer hebben, is het stabiliseren van het voertuig. Daarvoor worden er zogenaamde trapeziumblokken of stabilisatieblokken onder het voertuig gelegd. Om te voorkomen dat het voertuig niet verder omkantelt. En dat wij straks ook gerust aan de slag aan het voertuig kunnen gaan werken. Datzelfde geldt voor de andere auto, voor de blauwe auto die erachter staat. Want ook daar snel de auto nog niet. En deze middel zijn jij dat daar. In het achterste voertuig was niemand meer aanwezig. Het voertuig is stabiel, lekt niet, dus voor ons is dat geen prioriteit meer. Dat we van bovenaf de drie stijlen van het dak in gaan knippen. Dus de drie stijlen, wij noemen dat de A, de B en de C-stijl, ingeknipt kan worden. Dus dat wij zo eigenlijk de auto kunnen lopen. Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van een werkplatform, zodat we op hoogte kunnen werken. Het werkplatform wordt ook vaak gebruikt als er ongevallen met vrachtauto's zijn. Die gereedschappen worden hier aan de linkse kant van het voertuig op de terrein die zijn verklaren gelegd. Op de zogenaamde 5 meter cirkel. Zodat alles binnen de 5 meter cirkel vrij wordt voor de hulpverlening. Heeft in brandweertermen de betoorde kusten. Dat is een brandweerman die dat uitgevonden heeft. En dan gaan we uit van 2 cirkels. Die hebben in het midden het ongeval. Vanuit de hart van het ongeval op 5 meter. En we hebben een werkcirkel, denk je 5 meter naar de cirkel, dan komen de gereedschappen van dit. Het gereedschap is allemaal hydraulisch aangedreven, dat zeggen met een oliepomp. En heeft een werkdruk van 720 bar, 720 atmosfeer. Dan kun je behoorlijk een... En om het slachtoffer te beschermen tegen rondspring en glasplinters, gebruiken we daarvoor beschermhoezen of afdekhoezen. Het voertuig is afgedekt door een deken, door een kunststof deken. Het voertuig is gestabiliseerd, dat ziet u. Dus de brandweerman die bovenop en nu in het voertuig klimt, de zorg ervoor dat de auto helemaal niet meer beweegt. Voor dat betreft is het prima goed gestabiliseerd. En dan zal er nu verder de eerste hulp verleend worden aan de slachtoffer in het voertuig. De tussentijd zijn de nummers 1 en 2. Want u kunt je voorstellen, als er aan een voertuig geknipt gaat worden of iets dergelijks,
er komt er altijd wat reactiekracht erbij en dat is een voertuig instabiel worden. Dus continu iemand bezig om op het voertuig, om het omgevang heen te lopen en daar dan nooit opnieuw het voertuig. Voor u lijkt het misschien of het opleiding afwachten van de ambulance is al enige jaren voorbij. Belangrijk is nu dat de slachtoffer zo goed als mogelijk gestabiliseerd wordt in het voertuig, in de positie waar hij zich bevindt. Dat kan of door de brandweer, of door de ambulance, of door de mensen van de traumaheli. Op het moment dat je een slachtoffer stabiel hebt, creëer je daarmee jezelf ook tijd om rustig te gaan werken. De slachtoffer is nu stabiel in het voertuig, daarmee hebben we een brandweer. Om de deur te gaan verwijderen. Hij is nu bezig met de lipmethode, dat zeggen dat hij een heel klein stukje van de deur vastpakt, openbuigt en zo plaats creëert om er zo meteen te dekken. Het gebeurt allemaal vrij rustig. Brandweermannen hebben continu met elkaar staan hier in verbinding, middels een headsetje in de helm. En dan schept het natuurlijk op een hele grote rust op de omgeving, in tegenstelling tot dat je tegen elkaar moet gaan staan te schreeuwen. Expert die bezig is aan de voorzijde van de auto, heeft de schaar in zijn handen. En met die schaar kunnen we de stijlen van de ramen doorknippen of deurscharnieren doorknippen of iets dergelijks. Het gereedschap wat niet meer gebruikt wordt, wordt onmiddellijk weer teruggelegd op die tussen de 5 en de 10 meter cirkel om te voorkomen dat we daar overheen vallen en dat het in de weg gaat liggen. De voorruiten van de meeste auto's zijn tegenwoordig van gelaagd glas. Dat wil zeggen dat ze niet makkelijk meer verspinteren. Daarvoor hebben we een aantal gereedschappen om de raam helemaal door te zagen. Of zoals in dit geval gewoon kapot knippen. En als we dan het dak omvouwen, dan komt de raam vanzelf mee. De brandweerman die in het voertuig zit en contact heeft met de slachtoffer, gaat continu met de slachtoffer overleggen wat we aan het doen zijn. Dus de slachtoffer wordt continu op de hoogte gehouden waar we mee bezig zijn. Zodat hij niet verrast wordt als er in één keer een stukje glas naar beneden valt of een gereedschap langs zijn hoofd ziet komen. Wordt continu met hem overlegd wat er gedaan wordt. Straaltje neergelegd om te voorkomen dat als er soms brandbare vloeistof die uitgestroomd zijn brand kunnen raken om meteen op te kunnen nemen om de brand te blussen. Met behulp van de spreider wordt hij nu dus aan de scharnier van de deuren gezet en worden door de spreider geopend en wordt de scharnier gewoon afgestuurd van de carrosserie van het voertuig. Dat kan of op deze manier of middels de schade van de scharnier kapot knippen. De vervoerder die houdt zich continu bezig met zijn manschappen. Loopt om het voertuig heen om de veilige inzet van het ongeval. Maar is echt alleen maar bezig om de veiligheid van de opstanders en van de aanwezige mensen in de gaten te houden. Bijstellen, hoe kunnen we het beste de deur verwijderen op de snelste manier, op de meest veilige manier van slachtoffer? Het is continu samenwerken. Zo'n schrijf en zo'n schaaf een stukje gereedschappen bewegen gauw 25 kilo. Als je daar een tijd mee in je hand hebt gestaan, ben je heel blij dat je collega het over gaat nemen.
zijn nu bezig op de achterstijl, de zogenaamde C-stijl, door te knippen. Dat alles naar de bedoeling om straks het dak in één keer als platform naar de grootste stijl, de zogenaamde A-stijl. Die zal als laatste geknipt worden om daarmee te voorkomen dat het dak naar beneden valt. Dus we werken in dit geval van achter naar voren. Losse onderdelen die van het voertuig afkomen worden verzameld in de dump. Ik ga even kijken, de dump hebben ze bij de boom op het plein neergelegd. Dat zijn de belangrijke dingen op persoonlijke zaken. Dit die 6 persoon heeft iets van zijn eigen taak. En kunnen we zowel een handgemeente als een brand, kunnen we daarmee. Assistentie nodig zijn op 10-6 mensen met dezelfde gereedschap komt om te assisteren. Je zou je misschien voor kunnen stellen als je een keer een voertuig die ook nog het verslag van had gezet. Aan de voorzijde zijn alle, wat voorzijde zijn alle opzijde ingeknipt. En u ziet dat met de kutter wordt nu gewoon de raam doorgezaagd. De glaspeppers die daarmee vrijkomen worden opgevangen in de bakken. Dus het komt absoluut niet. En die merkt zelf al de rust die ervan uitgaat bij zo'n ongeval. Dat heeft enerzijds met te maken dat de mensen heel goed komen en gewend zijn en het kunnen ze moeten doen. En anderzijds ook op een stukje rust op de weg kunnen creëren. Want er is niks zo vervelend als dat er iemand in paniek raakt en daarmee overslaat naar andere mensen. Dus voordat het dak verwijderd wordt, wordt er meteen de steenafdeling over afgedekt. Die hoezen zijn bewust in een opvallend oranje kleur, om zo ook aan te geven dat daar in gevaar is. Dit is het moment dat de ambulanceverpleegkundige of de traumaarts zich verder om een slachtoffer gaat bekommeren. Gaat kijken of hij misschien aanvullende medicijnen of iets dergelijks nodig heeft. Dat gebeurt allemaal in het voertuig voordat de slachtoffer naar de buiten gehaald wordt. Dan gaat hij helemaal stabiel naar het ziekenhuis. Dat wij de slachtoffer op de plank hebben liggen, kan hij zich absoluut niet meer bewegen. Hans en band, jullie moeten komen. De slachtoffer is bevrijd en het ongeval is daar weg en net op manier. Wat er verder nu nog gebeurt, wij laten het ongeval zo achter voor onderzoek van de politie en we zeggen even de technische recherche. Te kijken wat de aard van het ongeval en hoe het heeft kunnen voorkomen. Dit was in ieder geval onze demonstratie. Ik geef uw hand houden in de kop. Bedankt voor uw aandacht. En mocht er nog vragen zijn, stel ze gerust in een van onze bankenmensen. Fijne dag verder.